Ik zat even te nadenken. Moet ik het wel doen? Is het raar, weet je wel? Nee, kut! Fuck. Maar... Ja, Hallo mensen van GamesBay, welkom bij een goed nieuwe video. En vandaag gaan we weer lekker Minecraft spelen. Ik heb er een paar koetjes bij. Ik heb mijn enchantment kamer ook gefixt. Dus dat is chill. Kijk, hij doet het. Ik wou laatst ook een video maken. En toen ging ik dus enchanten. Maar ja, toen had ik mijn geluid niet opgenomen. Beetje dom, maar ach, kan gebeuren. Ja, nu gaan we gewoon net doen alsof er niks gebeurd is. En eigenlijk doen we wel alsof er iets gebeurd is, want anders had ik het niet moeten zeggen. Dat maakt verder niet uit. En nu ben ik helemaal kwijt wat ik wou gaan doen. Oh ja, ik was trouwens laatst ook dood gegaan. Vandaar dat ik maar 7 levels heb en niet 27. Ja, ik zat te denken van wat moet ik er nou nog bij maken? Toen dacht ik misschien een soort uitkijktoren, weet je wel, hier op de hoek of zo. Of de poort anders maken, maar ja, de poort, zeg maar, meer met een boog. Maar ja, de poort is eigenlijk al een poort, dus waarom zou ik dat veranderen? Toen liep ik naar achter en daar kwam ik op het idee om... Daar ben ik dood gegaan bij die ontploffing. Ik ging dood door een creeper. Ik was laatst... Met Gletscher en een groepje. Ik was uitgenodigd om mee te doen voor een... Ik weet eigenlijk niet of ik dit allemaal mag zeggen. Ah, deze video komt toch pas 3 maanden later online. Dus dat kan wel. Ik was uitgenodigd om mee te doen met een UHC survival. En dat heb ik gedaan. Dus ja, en toen op een gegeven moment was ik dood. En toen ben ik op deze server gegaan. En toen wou ik dus, ik weet eigenlijk niet waarom, maar op een gegeven moment kwam hier een creeper en ja, boom, alles kapot. Wat zijn dit allemaal voor vissen, jong? Dat zijn gewoon Nemo vissen. Wat heb ik daaraan? Waarom hebben ze allemaal leuke kleurtjes en hier in mijn inventory niet? Hè? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, we hebben al zoveel, weet je wel. Ik zat echt te denken... Wacht eens eventjes. We missen wel iets. We missen een netherportal. Ik weet niet waarom ik naar beneden keek, maar dat deed ik vorige aflevering ook al volgens mij. Ik heb zelfs 8 obsidian. Precies genoeg voor een netherportal, of niet? Ja, nou, dan moeten we even een hokje maken. Nee, we hoeven... Ja, we kunnen een hokje maken voor een dinges. Voor een netherportal. Ik doe het liefst wel, anders heb je die zo'n pigments overal lopen. Dus ik denk dat we vandaag even een hokje gaan maken voor de netherportal. Maar waar? Zoals ik al zei, ik ging op een gegeven moment naar achter lopen. En toen dacht ik wel van, hé, waarom doe ik hier niets mee? Weet je wel, ik heb hier wel... Tuurlijk, het is buiten mijn muur, maar op zich, het kan wel. Ik bedoel, kijk, als je dit zo een beetje zo plat maakt... Ik bedoel, niemand die het opvalt. Hier, kijk, als je dan heb je hier zo mooi een plekje. En je kunt hier zo je dingen maken. En al zou het zover zijn dat ze toch uit de plek komen, zeg maar. Dan, ja, dan zijn ze nog niet in mijn muur. Zijn ze daar niet. Dus dat scheelt. Dus ik denk dat ik het daarop hou. Ik heb trouwens niet genoeg, want je moet 10 hebben natuurlijk. Dus ik... Kom er 2 tekort. Oké. Dat is minder. Dan is nu de vraag... Wat voor huisje willen we maken? Willen we... hoe heet het? Willen we... dat birchwood? Willen we... Ah, kutzooi. Ah, ik ben er weer. Oké. Ik ben wel een stukje terug. Want hij doet kut op internet. Zoals gewoonlijk. Ik ben het gelukkig wel gewend. Alsnog is het niet leuk. Maar ja... Je moet iets. Ik zat te denken, misschien spruce wood. Ja, dat hebben jullie niet gezien, want toen viel mijn internet uit. En, ja, dat is voor jullie niet zo interessant. Fuck, mijn bel is kapot. Nou, ondertussen heb ik tenminste een leuk verhaaltje. Het duurt even wat langer, dus dat komt goed uit. Soort van, een klein beetje. Ik zat laatst
in de bus. Het was maandagochtend, weet je wel. Je hebt er weer lekker veel zin in school. En ook het NNMN. Alhoewel, op zich, die kunnen we wel aan. Die kunnen we wel aan. Bam, bam, bam. Dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Heb je... Ah, dit is fucking veel geluid. In Groningen, als je in Groningen naar school gaat en je zit op de Zernike campus, dan heb je de beruchte buslijn 15. Mensen uit Groningen weten precies wat ik bedoel. De kutse bus die hier bestaat. Ja, het is daar echt vechten voor je plek. En dat is ja, niet zo chill. Maar goed, ja, de bus is zo druk. Je moet daar echt vechten voor je plek. Dus, nou ja, ik had dus hartstikke veel geluk. En ik zat op een 4 zit. Ja, het is niet heel erg netjes misschien. Als je in je eentje bent en je gaat op 4 zit zitten. Maar het is dat of niks. Dus ja, ik kies voor dat. En toen kwam er een lekkere chick. Schuin tegenover me. Zeg maar, rechts denk ik? Was het rechts? Ik weet het niet meer. Volgens mij was het rechts. Ja, er kwam een chick rechts tegenover me zitten. En ze zag er... ja, best wel goed uit. Dus toen dacht ik zo van, Sandy, je moet... Doe het, weet je wel. Dus ik dacht, oh, ik moet iets doen, weet je wel. Zo van, ja, dit is mijn kans. Anders ga ik het weer verneuken, zoals altijd. En dus, ik zat de hele tijd na te denken, moet ik het wat doen, is het raar, weet je wel. Nee, kut! Fuck, daar gaat mijn verhaal ook direct. Ja, dus ik zat de hele tijd na te denken van, ah, wat moet ik nou doen, weet je wel. Moet ik iets doen of moet ik niks doen? Moet ik gewoon... Ik zie er ooit nog wel een keer. En misschien... ja, een praatje maken of zo. Maar ja, dat is misschien ook awkward. Dus ja, ik zat heel erg... Hoe doe ik dit? Weet je wel? En nou ja, op een gegeven moment dacht ik... Weet je wat? Ik geef gewoon een complimentje van... Hé, leuk, weet ik wat. Leuk t-shirt of zo. Ik weet niet eens meer wat ze aan had. Maar ik weet nog wel dat ze er goed uitzag. Daar gaat het ook om. Daar gaat het ook om. Dus, nou. Ik denk, ik geef haar gewoon een complimentje. Als we de bus uitgaan. Hè, misschien. Ik bedoel, tuurlijk zie je er nog. Maar misschien is het nog een redelijk logisch dat ik. Ja, er zie. En dan kan ik eventjes zeggen. Hé. Hey, leuk shirt of hey, leuk dit. Weet je wel, dat gaat ook niet. Het was ook niet het meest intelligente ding dat ik ooit heb gedaan. Ik bedoel, dus, nou ja, ik wist eigenlijk totaal niet wat ik moest doen. Maar ik had het uitgevogeld. Ik ga het gewoon doen, dacht ik. Ik ga er gewoon een leuk complimentje geven. Vind ze vast leuk. Een leuk complimentje is nooit saai. Nou, dus, op een gegeven moment. De busreis was voorbij. En... toen, ja, ze was eigenlijk best snel uit de bus. Dus ik dacht, kut, je gaat mijn kans. Straks zie ik haar nooit weer. En toen kwam het moment, ze was, zeg maar, als je de bus uitstapt, was ze, zeg maar, naar links gestapt. En ik moest naar rechts, weet je wel, want ja, je moet om de bus heen. En rechts zat het zebrapad en links niet. En over de weg, dat is een beetje onhandig. Dus ja. Toen was het zo van, oké. Ik ga er gewoon uit. En toen zag ik er eerst niet. Want ik ging eerst naar rechts. En ik zag haar niet over het zebrapad lopen of zo. Of überhaupt in de verte lopen. Dus ik dacht, what the fuck? Weet je wel, heb ik het echt zo hard verneukt? Dus ja, en toen zag ik haar inderdaad. Ze zat, toen zag ik het. Ze stond links. Maar ja, toen was ik al doorgelopen. Dus toen was het zo van... kan nu teruglopen en zeggen, hey, je ziet er goed uit, of hey, iets anders wat compliment is. Maar nee, dat werd hem niet. En toen liep ik gewoon door en ja, dat was eigenlijk mijn verhaal over een chick in de bus. Maar daar is het nog niet afgelopen. Nu denk je, Sanne, heb je er gefixt? Totaal niet. Ze is compleet verloren. Op een gegeven moment zag ik haar nog een keer. Ik weet zeker dat het er was. Dat moet haast wel. Dus op een gegeven moment dacht ik... yo, ze zit in dezelfde trein. Ik zat in de trein en toen zag ik er binnenkomen. Heel goed zicht op de deuren van de trein. En toen dacht ik... ja,
Ze pakt dezelfde trein, weet je wel. Dus toen kreeg ik hoop. Maar ze was met iemand anders. Waarschijnlijk hoefde ze dus totaal niet op hetzelfde traject te zijn. En ja, daar houdt het verhaal eigenlijk op. Na die twee keer heb ik er nooit, maar dan ook echt nooit meer gezien. Ik vind best intensief verhaal, toch? Of niet? Dus, nou ja, dat was een beetje het verhaal over de verloren chick, als ik het zo mag noemen. Als je kijkt, verloren chick, ik ben je verloren. Waar ben je? Wie ben je? Zeg hoi of iets. Doe iets met me. Wow, dat klinkt heel raar. Oké. Je snapt wat ik bedoel. Misschien ook. Het komt heel raar over. Ah, oh, fuck, ik heb het verneukt. Oké, en ik heb fucking lek. Waarschijnlijk word ik er weer uitgegooid zo. Ah, oh, ik word niet uitgegooid, dat is iets. Ja, liefie. Dat dan er wel uitgegooid worden. Oh, hij heeft zelfs al één blokje gehakt. Ah, oh, fuck. Allemaal monsters zie ik daar al. Waarom ging ik ook hakken in de nacht? Ik ga heel snel hier weg. Ja, toch nog even deze boom meepakken, hè? Waarom ook niet? Ja, oké, dat kan nog wel. Dat kan nog wel. Nu snel naar binnen jieten. Het sneeuwt ook weer lekker. Ah, ik kan niet wachten tot het in Nederland eens een keer weer sneeuwt. Dat is al zo lang geleden. Ik hoop dat deze een beetje op normale tijd online komt. Want de vorige video, aflevering 6, dat is voor jullie hopelijk een week geleden. Dat is herfstvakantie. Geen kerstvakantie, nee, herfstvakantie. Kerstvakantie kan trouwens ook helemaal niet. Want dan zou ik in de toekomst moeten gereisd zijn. Dat kan ik nog niet, dus dat is ook niet het geval. Maar ja, dat dus. Dat is dus een hele tijd geleden. Ja, ik heb ook heel veel weken gewoon gemist. Toen, naast dat had ik in de zomervakantie ook redelijk wat. Oh, hij moet nog één hoger natuurlijk. Had ik ook redelijk wat gebulkrecord. Dus ja, dat. Dus ja, op een gegeven moment kwam ik wel. Doordat ik heel weinig opneem. Weet je, als ik met school bezig ben, dan ben ik vaak heel druk. Nu valt het mee. Ik begin het einde te naderen. Dus dat is chill. Maar. Ja. Godverdomme. Ik schrok me kapot. Nu had ik even tijd. Ik denk, hey, ik ga gewoon lekker een videootje opnemen. Nog even gauw deze boom omhakken. En dan ook woedjes plaatsen. En dan sluit ik ook de video af. Het dak en zo, dat doe ik later wel. Want ondanks dat ik nu even tijd heb, ik ga zo wel weer weg. Dus ja, misschien toch weer niet de handigste timing. Maar hey, je moet toch iets, hè? Je moet toch iets? Eigenlijk niet, want ik heb dus nog een aantal video's staan. Maar ik had er nu gewoon zin in. En ja, toen deed het wifi kut. Toen had ik hem eerlijk gezegd minder zin in. Maar als je dan eenmaal opneemt, dan denk je wel, ja, het is eigenlijk best wel chill. Nou, zo is hij voor nu eerst eventjes af. Ik ga hem offscreen nog wel eventjes goed maken. En dan sluit ik hierbij de aflevering af. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauwe duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En zie ik jullie de volgende keer. Laters.